Nou, ik had gezegd dat ik wat meer informatie zou geven over de geluidstherapie die ik bij Gaudi in een pilot ga doen. Bij de holistische praktijk van Erik Larakker ben ik daarvoor gevraagd. Nou ben ik vrij blond en heb ik niet heel veel verstand van dit soort dingen. Ik heb de site geraadpleegd en het is allemaal heel zweverig. Het zegt dat het zelfhelende systeem van het lichaam activeert en dat de stress minder wordt en dat het een helend effect heeft. Dus ja, wat doet het nou echt? Wat doet het precies? Ik ben nog een beetje gaan googelen, maar ik kom daar eigenlijk niet heel veel wijs uit. Dus ik ga dat gewoon de volgende keer vragen en in die pilot word ik dan een aantal keer benaderd. Oh, dat is de pomp die aangaat. Om te vragen hoe het gaat en wat voor werking het heeft. Dus dan zal ik wat kritischere vragen gaan stellen van joh, wat doet het nou precies, zodat ik daar misschien ook een antwoord op kan geven. Geluidstherapie. Daar word je helemaal beter van. Nou, lekker bij de Maasruiters in de 2060-bak gereden. Want we mogen vanaf 1 maart in de oneven weken ook proeven online op gaan nemen in het ZZ Licht. En dat vind ik toch wel leuk om dat van de week te gaan doen. Dus ik heb dat even uitgeprobeerd. En dan heb ik toch een scheid uit met rijden. Want hier gebeurt ook altijd heel veel. Er zijn scoutings en voetbalvelden en weet ik wat allemaal. Dus dan wordt hij een beetje heet. En dan ga ik toch weer een beetje afwachtend zitten rijden. Dus dat moet ik echt afleren. Maar daarna heerlijk in het parkje uitstappen. En dan is hij weer helemaal relaxed. Echt een toppertje ben je. Hè? Snel terugstapt. Nou, het is zondag en nog lekker vroeg. Ik heb met Mariska Kroowinkel afgesproken in de Hoek van Holland op een parkeerterrein en dan ga ik met Ime voor het eerst naar het strand. Ik ben best wel zenuwachtig, want ik vind het echt best wel eng. Daar kan heel druk doen buiten. Maar Mariska neemt een braaf paard mee en ik wil het gewoon gaan proberen. Dus ik ben benieuwd. Nou, gedraagje, we zijn er. Het is super mooi weer. Onderweg hier naartoe was het nog heel erg mistig. Maar hoe dichter we bij de zee kwamen, hoe mooier het werd. Dus daar zal het niet aan liggen. Nog even bewijsmateriaal. Nu durf ik wel, nou is die moe. Dus dit is mijn steun en toeverlaat geweest. Die heeft me er doorheen gepraat. Ja. Maar we hebben het gedaan. Twee stoere paarden. Michelle, kijk je achter de schermen voor de website van Char. Alles wordt ingezet. Charlotte de druk bezig is met opnames voor haar website en foto's, hebben de mannen ontdekt dat ze een lekker band heeft. Niet een beetje lekker band, nee, echt een serieuze lekker band. En dan zijn ze weer zo goed om te zeggen van, kom maar, wij fixen dat wel even voor je. Kordaat.